werk in de poederfabriek. Wat ik doe bij Eurocol, dat is storingen oplossen. Kijken of alles goed gaat en kijken of alles op zijn rolletjes loopt. Hij moet in het hele proces oog hebben voor kwaliteit en kwantiteit. Maar hij moet ook verstoringen moet hij gaan herkennen en vervolgens moet hij ze gaan oplossen. Waar hij verder niet komt, is er hulp. Dan kan hij bijvoorbeeld techniek kan hij inroepen of de leiding geven. Oké, Joep, deze belt is klaar. Ja. Wij zijn er nu klaar mee. Ja. Het is nu een gereed product. We gaan hem nu wegsturen naar het magazijn. Wat ik leuk vind aan werken is met de machine besturen. Je moet veel over de fabriek weten, dus je moet met heel veel dingen rekening houden. Iedereen kan met Joep door één deur. Joep is niet moeilijk. Aardig gozer. Henk is streng, maar ik kan ook met hem lachen. Hij is ook gezellig. De kennis die zit vooral in de mensen. Je kan bijvoorbeeld horen van, daar hoor ik wat sissen. Dan moet je op een gegeven moment leren, als dat sist, gaat dat kapot. En die kennis moeten we doorgeven. Kilootje, grammetje. Ik vind het leuk om van de oudere generatie te leren, want... We weten toch meer uit de fabriek en werken er langer. De kennis zit vooral bij de oudjes. En de oudjes die stromen op een gegeven moment uit de organisaties. En de jonkies moeten het overnemen. Want de jonkies hebben de toekomst. Hoe ging het gisteren, Joep? Goed. Ja? Nog zes techniek had je? Ja, dat je snapt was het? Leuk inderdaad. Ja? Ja, ik ben erg blij met Henk. Hij is gezellig. En hij helpt me goed. Als ik vragen heb, kan ik bij hem natuurlijk terecht. Wij zijn nog meer een team geworden. We zijn nog meer van elkaar gaan houden. Ja, ja. Joep, geef me een kusje. Thank you.